Barcelona, hoofdstad van Catalonië, het Parijs aan de Mediterraanse kust. Op nog geen 3 uur vliegen van bij ons. Dit is dan de obligate landingsbaan, de Ramblas. Om een of andere reden de uitvalsbasis voor elk Barcelona-bezoek. Standbeeld van de toerist op de Ramblas. En er zijn er genoeg, want dit is natuurlijk het verplichte nummer voor elke Barcelona-expeditie. En onderhand denk ik een van de bekendste boulevards van heel Europa zeker. Terwijl de naam Ramblas eigenlijk gewoon wil zeggen uitgedroogde beek, schijnt het. Die beek mag dan al het zeer platgetreden pad zijn, net zoals deze Plaza Real. Het blijft allemaal wel die unieke sfeer hebben die je nog het beste Barcelonees zou kunnen noemen. En om dan eens op een platgetreden pad te gaan rijden, neem ik de taxi om naar de gebouwen van Antoni Gaudi te gaan kijken. Die geniale architect die zowat de eer en glorie uitmaakt van deze fiere stad. Ook al zullen de altijd praatgrage taxichauffeurs je vertellen dat er bij de modernisten van Gaudi's tijd misschien wel nog straffere mannen zaten. No digo que fuese un mal arquitecto, pero que yo particularmente creo que se ha sobrevalorado. Sí. Porque aquí hay arquitectos de la época de él mejores que Gaudí. Y sin embargo no son conocidos. A Gaudí, digamos, lo han sobrevalorado y el resto lo han dejado ignorados. Hoe het ook zij, de gebouwen van Gaudí zijn ruimschoots even vreemd en wonderlijk als de man zelf. Met nergens één enkele rechte lijn, want die was in de natuur ook nergens te vinden, zei hij. Casa Batlló is een van de meest uitzinnige voorbeelden van de natuur als onuitputtelijke inspiratiebron. Maar deze is misschien nog indrukwekkender. Casa Mila, door de Barcelonezen al snel smalend La Pedrera genoemd, de steengroeven, maar dan wel een symfonie van steen. Fenomenaal, hè? Zelfs een gewoon dak wordt een theater bij Gaudí. Met kijk, ze schoorstenen die dan soldaten zijn om de families hier beneden te beschermen. Ongelooflijk. Even te tonen hoe vooruitziend de man wel was. Kijk, hier maakte hij een kadertje voor wat dan zijn levenswerk zou worden natuurlijk. Sagrada Familia. Er is, zoals wij allemaal weten, nog altijd een beetje werk aan. In 1882 begonnen ze eraan, maar binnenkort zouden ze nu toch al eens een eerste mis kunnen celebreren. Y la lástima es que no la vayan a hacer como realmente quería Gaudí. Que era altísimo. O sea, era una catedral pero muy alta, o sea lo que se ve ahora pero más del doble de alta. Ja, het moest nog groter, met als alles goed gaat een centrale toren van wel 170 meter hoog. Maar de meester liep dus stomweg onder een tram en zijn plannen werden voor een groot deel vernietigd in de Spaanse burgeroorlog. Dus werkt men maar verder op basis van de oorspronkelijke modellen en schetsen van Gods architect die binnenkort ook misschien echt heilig zou verklaard worden. Dit zou dan een van zijn mirakels zijn. De Japanse beeldhouwer die hier dankzij Gaudí op slag bekeerd werd. Desde hace 27 años que estoy trabajando, quería conocer Gaudí, quería saber todos los datos de Gaudí. ¿Qué tengo que hacer aquí? Eso es mi pregunta a Gaudí. Gaudí no está. Pues intenté y final, ¿sabes? Gaudí no está mirando a mí, sino Gaudí está mirando allá. Tengo que mirar dónde miraba Gaudí. Pues lo importante es llegar a donde quería llegar Gaudí. En fantastisch natuurlijk om hier te mogen meemaken hoe deze laatste visionaire kathedraal als het ware zachtjes aan het verrijzen is. Y también corona, ninguno que está vertical, todo inclinada para
para como plantar, árboles. Sí, como árboles. Esos techos son... Este será bosque. Un bosque de piedra. Sí, bosque de piedra. Es una maravillosa. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo acaba la temporada de Sagrada Familia? Pues yo preguntaría, ¿qué significa acabarla? En la naturaleza, las cosas vivas, no está acabada, ninguno. Cuando acabada, quiere decir que está muerta. Sí, sí. Todas las cosas, mientras viva, mejorando. Pues este templo, que está vivo, esta piedra está viva, pues nosotros mantenemos que esté creciendo, crece y viva, más fuerte en él. En over levende kathedralen gesproken, dit zijn de castellers, oftewel de kastelenbouwers. Een uniek Catalaanse volkssport voor jong en oud, dik en dun. Menselijke piramides van wel 7 verdiepingen hoog. De verschillende teams dus onterhoogst. Niet goed voor de rug, wel voor de saamhorigheid. Esta es una tradición que tiene 200 años de historia aquí en Cataluña y que nació en Tarragona. Y de allí se ha ido extendiendo, sobre todo a Barcelona y a toda Cataluña. Hay que situarse con mucha... Son mujeres también. Hay mujeres, hombres, niños, mayores. Una colla castellera es un poco una radiografía de la sociedad, porque hay... Todo el mundo está representado y todo el mundo puede participar. Nee, echt, het is machtig om mee te maken. Kasteel is gebouwd van zodra het jongste, of in elk geval het lichtste kind, de Ancenata, de hand opsteekt. En dit is ook fijn volksvermaak. Een corafoc klinkt enkel op zee in het Engels. In het Catalaans staat het voor wegrennen, vooraleer de duivels je letterlijk het vuur aan de schenen leggen. Als de avond valt in Barcelona, dan wordt deze stad pas echt goed wakker. Op de Plaza Real branden al de kandelaars van Gaudí, maar ik heb afgesproken met een Vlaams meisje zowaar, die hier onder de naam My Favorite Things toeristen het andere Barcelona laat zien. Met haar kom ik terecht op de nieuwe Ramblas van Barcelona, maar deze dus iets authentieker, de Ramblas de Raval. Eigenlijk vroeger waren het allemaal kleine straatjes. Hè. Ze hebben die huizen niet allemaal afgebroken en hier een groot plein van gemaakt. We zitten eigenlijk in het hartje van Barrio Chino. Hè. Je vindt hier eigenlijk helemaal geen Chinezen of Chinese winkels. Maar in de jaren 20, 30 waren er heel veel cabarets, bordelen, music halls. De meeste zijn verdwenen. Maar de ruigere en dus betere kroegen zijn gebleven waar je net als vroeger, maar nu legaal, absint kan drinken. Ja, vroeger had ze eigenlijk een speciaal glas met een speciaal lepeltje. Want het is de bedoeling dat die suiker langzaamaan in het glas... En dat de absint ook brandt eigenlijk, want dat is dus... Die moeten we nu even volledig in brand steken. Alright. Even wachten nog. En dan is het de bedoeling dat de absint jou in brand steekt, zoals Picasso, Hemingway of Oscar Wilde het ons al voordeden. 7 pinten nodig hebben om dat te blussen. Moet wel iets voelen? Blijkbaar wel, al is absinthe lang niet meer zo sterk of gevaarlijk als men zou denken. Barcelona by night is daarentegen wel alles wat men ervan verwacht. En meer. Nu weer kunst en cultuur voor de City Tripper. Daarvoor moet je op Montjuïc zijn en in dit Palacio Nacional bijvoorbeeld
met het Museum van de Catalaanse Kunst. Montjuïc, letterlijk de Jodenberg, is de plaats waar men in 1929 de wereldtentoonstelling hield en zoals zo vaak een hoop gebouwen liet staan die eigenlijk moesten worden afgebroken. En helaas ook omgekeerd. Zoals dit het Duitse paviljoen van de meester Bauhaus-architect Ludwig Mies van der Hoe, die hier ook zijn wereldberoemde Barcelona-zetels had ontworpen. Alles een totaal revolutionaire en nu nog altijd echt bijzondere compositie van glas, steen en staal. Het enige probleem tegen de tijd dat iedereen goed en wel doorhad dat dit wel degelijk een mijlpaal was van de moderne architectuur, was het gebouw dus al lang verdwenen. Maar die fout heeft men dus rechtgezet in de jaren 80, letterlijk door het herop te bouwen. Maar niet vergeten, dit blijft dus een ontwerp uit de jaren 20. En om een beetje te beseffen hoe ver die man zijn tijd vooruit was, dit soort dingen waren de anderen nog aan het bouwen. Dit was het Sportpaleis in de wereldtentoonstelling van 29. En dit was natuurlijk het Sportpaleis van 92. Toch eens een vlam, hè? Una polla, een Piet, ik zou het zo niet durven noemen, maar taxichauffeurs wel. Dit is de Torre Akbar van Jean Nouvel, de laatste nieuwe architecturale stunt in dit mekka van hedendaagse stedenbouw. En dit was de vorige, het controversiële forum dat in 2004 openging als een van de grootste conferentiegebouwen ter wereld. Aan die Olympische haven van Barcelona, waar alle gebouwen uitschreven dat Barcelona meer is dan enkel Gaudí. Het meest in het oog springend natuurlijk, de grote gouden vis van Frank Gehry. En dan moeten we natuurlijk ook nog naar het voetbal. Een van de grootste stadia en van de beste ploegen ter wereld. Barça, eeuwige rivaal van Real Madrid. Porque son los dos equipos más importantes y luego siempre ha habido una rivalidad. A ver, es que hay una rivalidad que no es del fútbol, pero que trasciende en el fútbol, ¿eh? O sea, al final donde se libra la batalla es allí. Siempre ha habido una rivalidad entre Madrid y Barcelona, de quién es mejor. Barcelona!